Er waren roeiende appelbomen, scharrelende stille buren, gras, het dak van de school. Op het plein hadden kinderen kermis gemaakt. Voor kleine mensengeld kon je in een schoen een bal gooien, een spijker in een balk slaan, blikken omgooien, touw trekken, hardlopen en voor grote mensengeld kon je alles doen. Wilhelm lag in een enorme zandbak te spelen met zijn delen en naar de schooljuffrouw te kijken. Hoe zij zich stond te bewegen onder haar jurk. Grote bloemen zou hij haar van het lijf moeten schuiven om haar te nemen.